goedemiddag en welkom bij een nieuwe video. Vandaag wordt het eindelijk de babykamer video. Alles is binnen, alles is af en ja, 38 weken. Dus het is ook nog net op tijd om deze te maken en te plaatsen. Want ja, als straks in één keer de baby er is, dan is het allemaal een beetje te laat. En ja, precies. Ben ik vandaag 38 weken. Echt super spannend allemaal. Mason die kwam namelijk bij 38,5, 39. Dus ja, ik ben nu wel elke dag een beetje dat ik denk, oké, het kan komen. En soms een beetje buikpijn, soms een beetje rugpijn of dingetjes dat ik denk, zal het dan nu toch gebeuren? Maar nog niet. Er is nog niks aan de hand, dus we gaan gewoon lekker nu eventjes een leuke video maken over de babykamer. Wat ik denk ik wel ga doen is, ik laat alles eventjes rustig zien. De spulletjes goed van dichtbij en wat we allemaal hebben op dit moment. En dan doe ik onder deze video allemaal websites, Instagrams, van waar alles is. Omdat als ik nu ondertussen ga filmen en dan laat zien waar het van is, misschien dat jullie het dan niet goed verstaan. Of dat ik even niet meer weet hoe het heet of waar het vandaan is. Dus dan kan ik rustig straks als deze video afgelopen is, hieronder bij de omschrijving alle linkjes zetten. En ja, ik heb dan de babykamer die ik nu dus ga filmen. En nog beneden de box in de woonkamer. Ik zal ook even een updateje doen hoe mijn buik er nu uitziet. En dan, ja, ik hoop dat jullie deze video dan leuk vinden. En dan zijn we daarna ready voor de baby. Ook film ik sommige dingetjes even een beetje schuin of er hangt misschien iets overheen. Of ik hou mijn hand er even voor, omdat daar de naam op staat. Oké, dan ga ik beginnen met het vloerkleed. Wij hebben gekozen om alles best wel licht beige te gaan doen. Dus ja, hier is dan nu het kleed. Oh, en hij is zo mooi. Ik heb een hele grote maat genomen, zodat hij helemaal onder het bedje, zo tot aan de commode, rondom helemaal is. Dus dat is het vloerkleed. Dan de velvet gordijnen. Ben ik ook zo blij mee. Dat zijn de zachte gordijnen. En die heb ik helemaal op maat laten maken. En dat was ook echt een hele goede service. Die helpt je helemaal met de afmetingen en dingetjes. Kijk. En ik heb hem niet gedaan dat hij aan de andere kant ook donker is. Omdat wij hier toch rolluiken hebben. En ik denk ik de gordijnen eigenlijk bijna altijd gewoon zo laat, zeg maar. En dan kan ik gewoon de rolluik doen. Oké, dan de teddystoel. Die hebben wij hier in Berlijn gekocht. Die hadden wij al, maar omdat het beneden nu ook wat voller is, heb ik die boven gezet. En dat vind ik ook wel handig als ik hier een flesje ga geven of wat dan ook. Dat je even lekker kan zitten. Ik heb er een zacht kleed over gedaan. Die heb ik ook hier in Berlijn gehaald. En de super leuke lijn van, even kijken of ik het goed zeg, dat is Nanan. En die heeft echt hele leuke dingen. En dat is, heb ik dus gehaald, of deze, die hoort bij de hele set die ik nu ga laten zien. Die beer. En dan heb ik daar ook nog van het superleuke speelkleed. Die heb ik nu gewoon eventjes hier op de grond gezet, omdat ik nog eventjes moet kijken. Ja, waar ik die ga laten, die kan uiteindelijk naar beneden. En een hele leuke mand erbij, waar ik gewoon nu eventjes speeltjes en dingetjes nog in heb gedaan. Oké, dan de commode. Die is gewoon van de IKEA. Dat is een tv-meubel. Die heb je in verschillende soorten. Ik had hem eigenlijk gewild met kastjes en lades. Alleen wij hebben dus deze binnengekregen bij de bestelling. Nou vind ik deze ook helemaal geweldig staan. En
top. Wel kan je alleen je verschoningskussen dus zo zetten en niet draaien. Maar ja, ik vind dit gewoon top. Ik ben hier echt heel erg blij mee. Vooral met de kleurencombinatie. Dus die is van de IKEA. Dan gaan we over naar de... Oh, de set. Ik vind het zo ontzettend mooi. Nou, dit is het dekentje. Die is van Gucci en die is gewoon super leuk om overal mee naartoe te nemen. Vooral de kleur. Daar hebben wij dan dus van het verschoningskussen. En kijk, dat is echt super handig. Dit kan eraf om te wassen, schoon te maken. En ik heb ook extra van deze. Dus hoe handig is dit? Je kan het ook gewoon eraf halen. En dit is van dat glimmende spul. En dan kan ik het ook gewoon beneden doen. Voor te verschonen. Dan de zijkant is helemaal zo. En het is dus van velvet. Met een bijpassend mandje. Voor de spulletjes. Ik heb nu gewoon eventjes haarproductjes erin gedaan. Maar hier gaan straks lekker vitaminedruppeltjes in. Een thermometer. En je kent het allemaal wel. Luiertjes. Dat kan zeg maar allemaal hierin. Ja, ik ben echt van de leuke, zachte, schattige, mooie knuffeltjes. En deze is van Sarah Home. Daar hebben we ook veel spulletjes van. Dan de tasje voor de doekjes. Dit is ook echt helemaal top. Dat is straks... deze doe ik gewoon hier in de babykamer en gewoon voor beneden. En dan heb ik er nog eentje en die is gewoon handig voor in de luiertas. Deze heb ik trouwens van de week gehaald bij Sarah Home en ruikt niet normaal lekker. En dan elke keer als ik hier binnenkom dan ruikt het al helemaal heerlijk. Oh. En de ronde spiegels, die heb ik bij Amazon besteld. Oh ja, de linkjes komen allemaal hieronder. Maar ik zeg het alvast eventjes. Maar dit is dan dus de ronde spiegels. En de lamp ook. Kijk, ik ben echt heel blij met deze. En die heb ik dus bij Amazon besteld. Wel via de Duitse Amazon. Dus geen idee hoe dat is met Nederland. Dan deze twee lijstjes. Die zijn van de IKEA. En die kleurencombinatie past echt precies top voor in de babykamer. Oké, nu gaan we over naar het bedje. We hebben de Sleepy Head erin. Ik denk dat ik die best wel veel ga gebruiken. Gewoon ook handig voor beneden op de bank, in de box, in de slaapkamer. En gewoon ja, altijd ook makkelijk mee voor op reis. Dekentje er alvast in. Die is van Burberry. En dan het bed. Ik ga even de naam bedekken. Ja, oké, zo. Dat is even makkelijker filmen. Maar een hele mooie bedrand. Dit mag in het begin nog niet. Die ga ik dan dus bij het voeteneinde doen. Maar in het begin wordt het toch nog slapen in het wiegje. Die ik straks eventjes ga laten zien. Dit is het meegroeibedje. Van Babypark. Uit Nederland. Dan kijk hoe mooi is het dekbed. Helemaal zo mooi opgemaakt. Een velvet zacht deken. Met een hele mooie bijpassende hoeslaken en een schattig kussentje, allemaal in dezelfde stof en kleur. Dus dan is dit het bedje. En ja, ik vind een meegroeibedje top, omdat het uiteindelijk ook mee naar beneden gaat. En de zijkant kan er vanaf. En de achterkant en de voorkant kan je nog verstellen lager. Dus dan heb je uiteindelijk gewoon een soort van kinderbed. Dan heb ik daar staan de teddy stof
mand. Leuk voor gewoon speeltjes in te doen, knuffeltjes. Eerste tasje. Ik heb een schuimtasje voor Mason erbij. Kunnen ze een beetje matchy-matchy. En de superleuke box. Waar ik dus nog niet... Ja, hij staat nu eigenlijk zeg maar andersom. Want de naam is aan de andere kant. Dus ja, die kan ik jullie nog niet laten zien. Maar binnenkort natuurlijk wel. En ook daarvan zal ik hieronder even neerzetten waar die box van is. Want ze hebben echt hele mooie. Ook andere kleuren. Dit is gewoon de witte kleur met de gouden letters erop. Alleen het is nu een beetje saai om het zo te laten zien. Dan heb ik op mijn baby shower een teddypoefje gekregen. Dus ik weet even niet waar die van is. Maar wel echt super leuk. Want we zijn helemaal van de teddy. Dus deze heb ik gewoon eventjes hier neergezet. Mees die gaat daar af en toe even lekker op zitten. En hebben wij de teddy stof producten. Hoor mij nou, ik ben gewoon buiten adem. De teddy stof items. Een heerlijk kussen waar de baby lekker op kan liggen. Dat is gewoon een kussenhoes over het kussen. Gewoon die zwangerschapskussen. Dus die heb ik nu gewoon dubbel zo gedaan. En dan draai je hem om. En dan kan zo in het midden de baby liggen. Dus dat is super handig. En nog een verschoningskussen, een extra. Hier nog eventjes de naam. En ja, ik vind dat teddystof echt geweldig. Dus ik denk dat ik dit ook vaak beneden ga hebben. Zodat ik beneden iets heb en boven. Dan de kast. Oh, zo leuk. En ook met het lampje erin. Even kijken. Is gewoon de IKEA Pax kast. Met het LED lichtje aan de bovenkant. Kan je allemaal bij de IKEA halen. Zelf helemaal samenstellen. Wij hebben gedaan 4 lades. En dan de bovenste met glas. En dan daarboven een plank voor de schoentjes. Dus dat kan dan zeg maar zo. En hier heb ik dan slaapzakken mutsjes. Moet ik even kijken of we nergens de naam zien. Oh ja, één moment. Dan heb ik ook van de IKEA deze handige mandjes. Waar je dan dus van alles en nog wat in kan doen. Zoals dit soort dingetjes. Dan de superleuke giraf. Oh, ik ben echt zo verliefd op deze. Hij is zo mooi. Hij past zo mooi ook bij alles. Ook helemaal de velvet stof. En hij is best wel groot. Ik zal eventjes laten zien hoe die zeg maar staat naast de kast. Ik heb nu dat nog eventjes daar staan. Maar uiteindelijk gaat dat ook weg. Naar beneden gewoon. Maar dit is dan dus de kast zo. Zo, het bedje. De gordijnen. De lamp. De stoel. De commode. Spiegels. Vloerkleed. En alvast de tassen die klaarstaan om mee te nemen naar het ziekenhuis. Ja. Dus dit is eigenlijk de babykamer. En ben ik er echt heel erg blij mee. Het is echt een rustgevende kleur. En een, ja, het is gewoon heerlijk om hier binnen te zijn. Echt super blij mee. Oké, dan even tussendoor een update hoe mijn buik nu is. Ja, dat is dus dit. Lekker rond naar voren. Wel al een beetje lager. Hier zit al niet meer echt iets. Dus het ligt allemaal hier beneden. En ja, is dit dus mijn buik bij 38 weken. En ga ik nu boven even. Ik ben nog steeds verkouden. Maar ga ik nu eventjes boven
het wiegje laat zien. En dan is dit dus de kamer. Als ik nog iets vergeten ben of jullie willen het weten, vraag het dan wel eventjes hieronder. Want ja, het is allemaal even snel laten zien. Maar dit is dus de kamer. Dan is dit het wiegje. Oh, en hij is zo mooi. Zo aan de binnenkant. Even een lakentje erin. En een hoeslakentje. Een knuffeltje eventjes nog. En ja. Dan is hij eigenlijk wel klaar om te komen. Oké, dan ga ik nog eventjes laten zien de box. Kinderwagen en eetstoel heb ik wel al gedaan. Maar het is misschien voor degene die die video niet hebben gezien handig als ik het gewoon nog een keertje doe. Dan gelijk hier beneden de kinderwagen. Boogaboo met een lichte kleur kap. Verder gewoon helemaal zwart. Kap kan ik wel verwisselen naar nog een zwarte kap voor als het straks echt winter wordt. En een hoes, slaapzak, dekenachtig erin van Burberry. Dus dat de kinderwagen en die staat hier ook helemaal top. Dan hebben we hier nog de eetstoel van Kidsmill. Die heb ik gewoon gehaald bij Baby Park. Die heeft allemaal meerdere standen. Nu alleen voor de baby echt gewoon deze. Ook van Velvet. Beige. Maar uiteindelijk wordt het dan gewoon een kinderstoel. Helemaal in het zwart. Dan nog deze stoel. Wippertje-achtig van Nuna. En die blijft, als je hem hieronder aanklikt, zo ongeveer 2,5 minuut heen en weer lekker gaan. Hadden we laatst eventjes getest met Julie. We hadden eerst hier de box staan. Maar Geraldo zegt ook dat is zo koud bij het raam. Of juist weer wanneer de zon schijnt, heel veel zon en zo bij de tv. Dus we hebben het toch maar veranderd. Hier heb ik dus even dit zo gedaan. En dan heb ik hier de box. Dus dat is ook wel heel gezellig. Dan zitten we lekker zo in de woonkamer met z'n allen. En dan is de baby ook lekker bij ons. En dan hebben we hier de box. En ik ben er zo blij mee. Echt niet normaal gewoon. Ik ben er echt zo blij mee. Dit is ook allemaal weer van dezelfde lijn als boven. Kleed heb ik eventjes omgedraaid, want de naam is aan de andere kant. Maar ja, hoe mooi is dit? Zo'n rolletje. Boxkleed erin. Die rand. De box zelf van Baby Park. Zwart met een la. En dan heel leuk kan je dit natuurlijk draaien. En dan komt er zo'n leuk muziekje. Met kroontjes. Dan heb ik nu wel, ik denk, alles laten zien. De Maxi Cosi staat al in de auto. Van Cybex. En ja. De babykamer is klaar. De box is helemaal klaar. Wij zijn er helemaal klaar voor. Buikie mag er nu ook wel klaar mee zijn. In ieder geval, ik ben er wel echt klaar mee. Maar verder gaat het allemaal goed. En ja, het is alleen gewoon nu afwachten wanneer het komt. En dan kunnen we lekker genieten van elkaar. En met al deze mooie spulletjes. Bedankt allemaal voor de superleuke spulletjes. De cadeautjes die ik ook ontvangen heb van alle leuke en mooie bedrijven. Kijk hieronder dus eventjes bij de omschrijving. Dan zet ik gewoon de websites, Instagrams neer van de producten. Of zeg ik het weer van de items. Gaat lekker. Maar zijn er nog vragen of dingen die jullie willen weten die ik niet heb verteld of wat dan ook? Stel ze dan wel eventjes hieronder. Dan ga ik of in de volgende video ze beantwoorden of gewoon gelijk bij de omschrijving hieronder geef ik antwoord. En dan
En dan was dit de babykamer slash babyspulletjes en hoe mijn buik eruit ziet video. Dus bedankt voor het kijken. Abonneer op mijn kanaal als je het nog niet gedaan had. En dan zien jullie mij snel weer. En wie weet wel met de baby. Veel duimpjes omhoog. Hoor ik hier al van Winter. Macy. Doei.